Dag 2 op het Pieterpad. Vandaag 18 kilometer 20 ongeveer te gaan. Niet heel veel, althans zo voelt het. Ik ben benieuwd hoe het einde van de 20 kilometer voelt. Want deze dame, het is een dame hè, weegt toch nog wel wat. Natuurlijk. Ik heb nu heel veel door bosjes heen gelopen. Wat heel fijn is. En ik ga straks het weiland in. En het wordt natuurlijk steeds warmer. Dus we gaan kijken hoe we het gaan uithouden. Maar dat komt wel goed. Wel eindig ik vandaag. Ik zat nog even te twijfelen of ik ging wild kamperen in de bossen. Of dat ik bij een camping ging eindigen. Want bij de camping hebben ze en een lekkere douche. Wat wel heel prettig is met dit weer. En er vlakbij zit een recreatieplas, zodat ik nog wat kan zwemmen. En als het goed is, kom ik wel redelijk vroeg aan. Niet zo vroeg als dat ik had bedacht, maar ik stond ook niet zo vroeg op als dat ik had bedacht. Want het is toch gewoon vakantie. Het is wel vroeg, maar niet super, super, super vroeg. Niet zoals Nijmeegse Vierdaagse 5:30 vroeg. Dat vond ik toch net iets te vroeg, want ik lag er gisteravond natuurlijk ook niet zo vroeg in als dat ik had bedacht. Dus dat. Ik ga eens kijken waar ik zo ga eindigen. Maar ik denk op de camping met even lekker alle gemakken voorzien. Ook al is het alleen maar een douche en een recreatieplas. En misschien zelfs wel een zwembad had ik begrepen. Dus als dat zo is, lekker!